In veel gemeenten is een strijd gaande om zorgfraude te voorkomen. De onderwereld kan zorginstellingen benutten om geld wit te wassen. Er zijn daarom zorgen rondom de persoonsgebonden budgetten en de kwaliteit van ingekochte zorg. De fracties van de SP en Arnhem Centraal willen met de overige fracties en Roeland van der Zee, de wethouder van zorg en WMO, gedachten wisselen over dit onderwerp. Verslaggever Pieter Pluijgers sprak met fractievoorzitter van de SP Gerry Elfrink en met wethouder Roeland van der Zee. Vanavond kaart je fraude in de zorg aan in de Raad. Wat was de reactie van de wethouder? Wat we hebben gedaan is onze ervaring die wij hebben opgedaan met het beschermd wonen. Dus dat is zeg maar mensen bijvoorbeeld komen uit de afklikkliniek. Die moeten weer terug in de samenleving, mogen dat ook weer zijn afgeklikt. Kunnen weer een nieuw begin maken in hun leven. En hebben geen huis, hebben begeleiding en zorg nodig. Ja, en in Arnhem, maar ook helaas in andere gemeenten is het zo geregeld. Er zijn zorgbedrijfjes als paddenstoelen uit de grond geschoten. Omdat het Rijk dat allemaal heeft overgedragen aan de gemeente. En wat gebeurt er? Ja, daar zit van alles tussen. Er zitten ook mensen van laag allooi zitten erbij. Die gewoon echt puur erop uit zijn om zoveel mogelijk winst eruit te slaan. En die kijken niet naar de zorg of dat wel goed geleverd wordt. De helft van die zorgbedrijven heeft maar inspectie gehad. De andere dus nog nooit. Ze weten helemaal niet wat daar gebeurt. En daar waar wel inspectie is geweest en waar ook ernstige dingen zijn geconstateerd. Onveiligheid. Mensen zijn niet veilig. De veiligheid kan niet worden gegarandeerd. Drugsgebruik. Wapens zijn er zelfs gevonden. Dus is er zelfs iemand overleden. Het verhaal van Jimmy, wat ook door Omroep Gelderland is gebracht. Ja, en de inspectie ontbreekt, faalt. En de wethouder praat alles goed. Die zegt, wij herkennen ons niet in het beeld. Inmiddels hebben een batterij, hoogleraren, deskundigen, TBS-advocaten hebben zich allemaal verdiept in de situatie van Arnhem. Dankzij ook het werk van Omroep Gelderland. Die komen met vernietigende kritiek. En de reactie van de wethouder is van ja, wij herkennen ons niet in het beeld. Nou ja, dat kan natuurlijk niet waar zijn. Fractievoorzitter Gerry Elfrink heeft het over veel misstanden in de zorg die hij daarmee in verband brengt. Wat vindt u van zijn bevindingen? Waar de heer Elfrink het over heeft, dat is specifiek over het beschermd wonen. Dat zijn er een paar honderd mensen die in een beschermd wonenomstandigheid wonen. We zien inderdaad dat daar wat misstanden zijn of onvoldoende kwaliteit. Daar wordt op gecontroleerd. Daar krijgen we ook meldingen van. We spreken met die betreffende instellingen. Daar maken we afspraken over verbetering. En als dat onvoldoende tot uiting komt, die verbetering, of als er gewoon niet aan gewerkt wordt en er ontstaan onveilige situaties, dan sluiten we de tent of dan nemen we andere maatregelen, zoals het niet meer aanleveren van cliënt. Wat kunt u nog meer doen? Nou, wat we gaan voorstellen om nog meer te doen, is ook aan de poort meer op de kwaliteit te letten. Dus dat we gaan een lijst aanleggen met toegestane instellingen die deze diensten mogen verlenen. En die moeten dus op voorhand hun kwaliteit aantonen. En dat is op dit moment nog niet het geval.